Leuk dat jullie er zijn. Dit is hem dan, de nieuwe commissaris van de Koning in Groningen. Gisteravond werd bekend dat René Paas is voorgedragen als opvolger van Max van den Berg. Van den Berg neemt op 31 maart afscheid na 10 jaar commissaris geweest te zijn. Dat de CDA nu het stokje overneemt, is volgens de fractievoorzitter van de Christelijke Partij erg goed nieuws. Ja, dat vinden we hartstikke mooi. We zijn als selectiecommissie heel erg bezig geweest met het zoeken naar een geschikte commissaris. En we hebben deze topper kunnen strikken. Dus daar zijn we gewoon hartstikke blij mee. In september vorig jaar maakte Van den Berg bekend ermee te stoppen. Een vertrouwenscommissie onder leiding van Sandra Beckerman is toen op zoek gegaan naar een opvolger, waarbij Paas er toch wel met kop en schouders bovenuit stak. De heer Paas is echt een heel benaderbaar iemand. Iemand die in gesprek wil met iedereen. Groot empathisch vermogen. Hij noemt zichzelf een ongeneeslijk Groninger. En wil ook echt met de Groningers opkomen voor Groningen. Daar waar dat uitmaakt. In Den Haag, in Brussel. Op de gastdossier natuurlijk. Op werkgelegenheid, op leefbaarheid. Dus ja, een energieke man die echt op kan komen voor Groningen. Ik denk dat de heer Paas over hele goede, belangrijke ervaring beschikt. Om de rol van commissaris van de Koning in Groningen te kunnen vervullen op een hele goede manier. De ideale kandidaat dus. Maar wie is René Paas nu precies? René Paas werd 50 jaar geleden geboren in Dordrecht. Na een studie Nederlands recht en bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit hier in de stad belandde hij in 1990 voor het CDA in de Groningse gemeenteraad. Van 1996 tot 2005 was hij wethouder. In 2005 verruilde hij de politiek voor het voorzitterschap van het CNV. Hij heeft hier een lange geschiedenis en wil heel graag weer terugkomen om aan de slag te gaan voor Groningen op al die belangrijke thema's die hier spelen. Want inderdaad, er speelt nogal wat in Groningen. De aardbevingsproblematiek, de economische krimp en de werkloosheid. Maar zijn deze problemen niet erg ingewikkeld voor een nog relatief jonge commissaris? Nou is het wel zo dat hij geen portefeuille krijgt, dus hij kan juist dat boegbeeld zijn voor Groningen en daar waar nodig gedeputeerden helpen om juist problemen aan de orde te brengen en ook die lobby krachtiger te maken. Dus ik denk dat hij geschikt is om dat soort zaken te gaan doen en daar zal zijn agenda al behoorlijk vol mee zitten, denk ik. Ja, als je kijkt naar het profiel van meneer Paas, het is een hele energieke man, een relatief jonge man ook, hij is 49. Als je kijkt naar zijn profiel, het is echt een verbinder. Ook een man die de taal van de Groningers spreekt. En als je kijkt naar zijn netwerk bijvoorbeeld, dat heeft hij ook heel goed op orde. Dus hij kan heel veel voor ons en de Groningers gaan betekenen. De verwachting is dat René Paas halverwege april aan het werk gaat op zijn nieuwe werkplek.